Ik ben nu met Steve en we gaan naar de boekenbord. Ook op Facebook en zo, reacties. We gaan punten geven namens Nederland voor het junior Eurovisie Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben al een tijdje wakker. Ik ga eventjes mijn billen trainen en dat deed ik namelijk bij dansen laatst. En toen dacht ik, dit is best wel chill. Als in, ik wist even, het waren even nieuwe oefeningen en ik dacht, nou dat vind ik wel chill om te doen. Ik had als laatst zo'n dans gedaan bij dansen en ik kan daar wel even een stukje van laten zien, denk ik. En daar moesten wij heel erg veel over de grond. Maar nu doe ik hier nog steeds pijn. Dat is echt al een paar weken geleden. Nou ja, best wel leuke dans. In ieder geval ga ik nu even mijn billen trainen. En ik denk ook even in mijn buik. En dan ga ik lekker douchen. En dan ga ik met Joelle lunchen in het dorp. En ik moet ook even daarna kijken naar de aansluiting van mijn cover. Van mijn microfoon en zo, want dat doet het even niet. En dan ga ik vanavond misschien met Stefan, maar dat weten we nog niet zeker. Dus ik moet even kijken wat ik allemaal ga doen. Hallo allemaal! Maar die punt, Job was binnen het opperste goede bui. Ik heb ook niet te schrijven. Terwijl ik die mensen beneden was, zijn boven filmpjes gaan kijken. En op zijn kwaad nog fan was van vliegtuigjes, helikopters en zakjes. Kijk nou eens, wat een lekker eten. Ik heb zalm en sla. Dit is tenminste een keer een beetje normale salade. Je moet soms niet zo kijken als het leuk is. Ja, en Jelle heeft een broodje roomrie. Ik wilde eigenlijk ook broodje roomrie bellen. Van die. Dat kan ik niet zeggen. Ja, maar je kijkt ook heel lelijk. Ook. En deze leuk. En alles is op. En deze. Kijk, maar dat is wel, je knippert er wel heel hard. Fotoshoot. We twijfelen of we nog wat eten willen nemen. Ja, natuurlijk doen we dat. Ja, ik vind deze ook leuk. Ik ga zo even kijken bij dat rampje. Moet even kijken bij die LP's. Zullen we dat nu even doen? Laten we het gewoon liggen. We gaan nu even naar de LP's. Kijk, we moeten dus naar deze winkel. Het waait ook hierheen. Maar er staat een gekke sproeier aan. Kom, lopen. Wat is dit? Het is zo raar. Hij is zo erg ingezoomd. Het is zo raar. Was gezellig met Joe. Ik zit nu lekker met badjas. En guess who is coming tonight to the house? Daar appt hij mij. Wat zegt hij? Maar vanavond is Stefan coming to the house. Because we're gonna watch a movie. Eigenlijk worden we echt moe van elkaar, denk ik. We zijn de afgelopen dagen... Zeg maar echt steady in 24-7 bij elkaar geweest. Alleen in de nacht niet. Dus ja, dat was een beetje jammer. Vrijdag heb ik wel hier gegeten. Dat was wel gezellig. Oh ja, dat we moe werden van elkaar. Maar dat is normaal. Het is goed. We hebben echt... Nee, maar serieus, we hebben echt een goede relatie. Echt leuk. Oprecht. Het is echt leuk. Maar ik denk dat ik verder niet vandaag zoveel... Misschien als Stefan er is. Misschien denkt hij, wow, ik ga jullie afvloggen. Dat is wel leuk. En ik ben echt verslaafd aan Nienke Plas. Dus als je kijkt, Nienke Plas, ik vind je echt geweldig. Ik vind je echt heel leuk. Heel! Ik heb net even een paar Insta-foto's verwijderd. Gemaakt en verwijderd. Omdat ik mijn feet on point wil hebben, maar het lukt niet. It's not working, y'all. I'm still minding my own business. Still minding my own business. Ik ga het doen. Hoi, hele dag niet gevlogd. Ik was ziek. Nu gaan we wandelen. Doei. Good morning.
gisteren heb ik echt heel, heel weinig gevlogd. Maar dat voelde ik me niet lekker. En vandaag voel ik me nog steeds niet lekker. Mijn keelpijn is nog erger geworden. Ik heb alleen wel even een Skype call met een bedrijf. Omdat ik anders moet ik naar Rotterdam. En dat is best wel een stukje rijden. Dus doen we even allemaal via Skype gewoon. Dus ik ga zo even uitleggen dat ik me niet zo lekker voel natuurlijk. En dan volgens mij, ik weet niet hoe laat. Stefanie komt dan daarna. We willen even een dagje weer samen zijn. Want hij is vrij. Dus ik heb geen idee wat we gaan doen. Misschien gaan we gewoon alleen maar een film kijken of zo. Want ik voel me echt bagger. En ik zat echt te kutten met mijn agenda. Want ik heb vandaag. Oh, ik weet niet of ik nog niet appels ga vanavond. Even vragen aan girls. Gaan we jappas? Dan zou ik vandaag naar Jappas gaan. En dan heb ik een Skype call. Dan heb ik dan even niks. Heb ik dus zaterdag iets voor Junior Eurovisie. Wat ik nog niet mag vertellen. Oh jawel, deze komt natuurlijk maandag online. Dus ik mag wel vertellen wat ik ga doen. Ik ben vakjury voor Junior Eurovisie Songfestival. Dus mijn punten tellen heel zwaar mee. Dan heb ik de 26e verjaardag van zusje van Stefan. De 27e heb ik niks. 28e Shewels. 29e waarschijnlijk opnames voor een programma. Dan heb ik de 30e zangles. En dan 1, 2 en 3 december sta ik ergens in een heel groot ding. En dan heb ik 5 december mijn eerste proefles van rijles. En de 4e Sinterklaas met de familie van Stefan. En 6 december heb ik Jasmine Laserclinic, laat ik me weer laseren. Heb ik de 7 even niks. Dan heb ik vrijdag de 8e Sinterklaas met mijn familie en met Stefan ook. Nou, dit gaat echt. Ik ga trouwens even cadeautjes, denk ik, bestellen voor. Oh ja, dat ging ik doen. Ik ga even met de cadeautjes bestellen voor degene die ik heb getrokken als loodje. Ik ben nu met Steve en we gaan naar de bakkenbord. En ik moet even een pakketje retourneren. Maar die moet ik eerst even dichtmaken. Dus. Hey allemaal, sorry. Ik heb echt veel te weinig gevlogd de afgelopen dagen. Dus ik pak hem er nu gewoon maar even bij. Ik heb eigenlijk gewoon deze week een soort van, ik weet niet, het ging met mij niet goed, maar gewoon, ik ben niet zo erg fit. Ik ben gewoon niet heel erg fit en niet heel erg blij de laatste dagen. Ik weet ook niet wat het is, maar dat is gewoon een beetje de situatie. Daardoor heb ik ook niet echt mijn camera erbij gepakt. Ik was niet echt blij of zo. Maar ik wil toch wel gewoon video's blijven opnemen en mijn weekvlog weer gewoon posten. Wat wel heel erg leuk is eigenlijk om te vertellen, ik ga mijn theorie beginnen van mijn auto. Ik moet nog met mijn praktijk beginnen, maar ik dacht, nou ja, dan heb ik dat in ieder geval gewoon, weet je, dat begin ik daar gewoon aan. Ik heb een samenvattingsschrift gekocht, ik heb een boek gekocht, is prima. Ik ga rijlessen bij United in Zeewolde, dus dat is heel erg leuk. Want Stefan zit daar ook en Jelle zit daar ook en een vriend van Jelle zit ook bij die man. En die man heeft bij mijn vader op school gezeten. Mijn vader was directeur van een basisschool. Dus ik weet niet, ik vind het gewoon heel erg leuk dat ik daar dan ook ga lessen. Verder ga ik vanaf volgende week maandag beginnen met 3 keer in de week sporten. Stefan werkt namelijk, ik weet niet of jullie dat weten, in een sportschool. Daarna loopt hij stage, soms werkt hij. Het hangt een beetje af van de dag, van de uren. En hij is sowieso heel erg veel bezig met sporten. Hij doet ook sport en wegen opleiding. En ik merk dat ik best wel een soort van niet meer fit ben elke dag. Want ik fietste nog wel eens naar school en normaal sta je dan gewoon om 8:30 of 7:00, 6:30 op voor school. En ik sta nu wel elke dag om 8:00 op. Dus dat is wel gewoon goed, alleen ik doe alsnog niks, weet je. Ik zit nog steeds in mijn pyjama en ik moet gewoon zorgen dat ik eerst ga douchen en misschien of ik eerst ga sporten. En daar gaat hij mij een beetje bij helpen en sowieso met oefeningen doen en zo. En ja. Oké, echt een paar uur verder. Ik heb super veel opgeruimd. Echt heel veel. En daarna had ik een inkakker opeens. Ik heb gewoon alleen maar op de bank gelegen en toen ben ik Prison Break opnieuw gaan kijken. Wat ligt hier nou op mijn bed? Mijn kamer was echt een zooi ook. Nu is het nog steeds wel een beetje een zooi. Maar dat komt omdat ik nog een paar dingen moet opruimen. Ik vind het wel leuk geworden zo op zich.
stel niet schaar. Ik heb dit aan en ik ga zo dansen. Ik twijfelde even of ik mijn eyelash leng aan zou doen. Ik doe in ieder geval mijn eyelash broek hierover aan en mijn champion sweater. Ik heb dit echt heel erg vaak aan trouwens, maar ja. Dus dan vraag ik wel even aan de docent van, goh, gaan we echt hip-hop doen? Waarbij soms dan heb je zeg maar echt meer loszittende kleding aan. Dan is een legging niet heel erg chill. Maar soms hoeft dat ook weer niet. Dus ja, dat. Dat is een beetje mijn outfit. Eigenlijk altijd met een sweater. Zo, ik heb lekker gegeten. En ik ben me nu een beetje even aan het opfrissen. Dat ik er even een beetje normaal uitzie. Als ik ga dansen. Ik wilde iets zeggen, maar ik ben vergeten. Oh ja, ik heb nu geheel toevallig. Hoe heet je nou? Femke Louise aan. Op Spotify. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Denk je, waar maak je op? Je gaat toch dansen, je gaat toch sporten, je gaat zweten. Maar ik heb altijd, als je met dansen gewoon, ik weet niet. Want je kijkt wel de hele tijd in de spiegel. En als je dan elke keer naar iets kijkt waar je niet echt tevreden mee bent. Ik weet niet, ik kom echt veel meer in die vibe van zelfverzekerdheid en zo. Als ik er ook gewoon leuk uitzie. En ik ga me echt niet helemaal opmaken hoor. Maar ik vind het toch leuker om naar mezelf te kijken als ik gewoon een beetje make-up op heb. En ja. Ik weet niet of het heel raar is, maar bij dansen gaat het toch wel om, bij dansen gaat het toch wel echt om durven. En ja, als je dan niet echt heel erg leuk uitziet, dan denk ik ja, nou meer voor mezelf hoor. En dit is het allercharmantste hoofd dat je ooit van mij hebt gezien waarschijnlijk. Ik ben lekker mijn pyjama aan het aandoen, sokken aan het aandoen en ik ga lekker iets kijken met mijn ouders. Dus ik denk dat ik daarna niet meer ga vloggen. En mijn ogen zijn helemaal, ja. Ah. Oeps, ik heb 20 minuten in mijn bed gelegen. Te lang. Ik was eigenlijk lang wakker. Dus. Ik ga lekker even ontbijten. Ik denk dat ik zo meteen even ga hardlopen. Want de dansles van gisteren was wel leuk, alleen niet heel intensief. En dat vind ik dan soms, dan denk ik ja, dan zit ik thuis en dan voel ik me niet moe of zo. Wat verder niks zegt over of ik het leuk vind of niet, want ik vond het hartstikke leuk dansles. En alleen ben ik gewoon meer van het commerciële. Maar ik vond het echt heel aardig en heel tof, dus dit is heel leuk. We hebben nu namelijk elke keer een invaldocent. En trouwens, ik kreeg een reactie van, hey, je bent helemaal niet naar de kapper geweest. Klopt. Vorige keer, het was de vorige keer, toen kon ik niet. En toen zou ik deze week gaan en toen was ik ziek. Dus dat werkte niet echt. Ik ga denk ik zo even de badkamer schoonmaken. En dan ga ik daarna lekker hardlopen. Ik twijfel of ik een video ga opnemen vandaag. Ik denk het wel, het is echt vies weer trouwens. Ik heb de badkamer schoongemaakt. Oh, lekker blaadje ervoor. Ik ben nu klaar en ik ga lekker mijn hardloopkleding aandoen.
En dan ga ik hardlopen. En eerst even een paar billen- en buikoefeningen. Ik heb dus echt geen zin om te gaan hardlopen. Ik ga dus echt ook niet hardlopen. Helemaal hardloopkleding aangedaan. Maar ik dacht echt, op een gegeven moment zat ik voor mijn laptop. Dacht ik, joh, you're not gonna do this. Dus ik heb wel een workout gedaan. Dus ik ga even... Ik ben niet eens bezweet of zo. Ik ga mijn sweater lekker aandoen. En dan ga ik even lunchen. En dan ga ik me douchen. Of ga ik eerst douchen? Ik ga misschien wel eerst even douchen. Dan ga ik lekker lunchen. En dan ga ik me opmaken. En dan ga ik video opnemen. En ook op Facebook en zo reacties. Oké, ik wil dus net een video gaan opnemen met de reacties voor The Voice. Op mijn Blind Edition. Maar ik had het geluid niet opgenomen, want dan neem ik altijd met mijn telefoon op. Nu ook eventjes. En toen kwam er een pakketje van Lovies binnen. Toen dacht ik, ik ga een shoplog doen. Maar het is niet groot genoeg om een hele shoplog te doen over Lovies. Dus ik doe het even in deze video. Dus laten we nu overgaan naar de shoplog. Ik heb deze oorbellen in. Die heb ik gekregen van Lovies. En ik heb net al iets uitgepakt. Toen ik realiseerde dat ik weer niet aan het opnemen was. Dus gelukkig heb ik dat gezien. Dat is dit tasje. Dit is eigenlijk een soort van dupe van volgens mij een Chanel tas. Ik zag die bij heel erg veel stylisten bij The Voice. En ja, je zou misschien denken, eeuw, een heuptasje, dat is toch niet meer in. Maar het staat echt super cute. Kijk. Ik doe de items trouwens niet aan. Als je het wil zien hoe het staat, dan ik post heel erg veel op mijn Instagram. Dus daar kom je vast wel op die items tegen. Maar kijk eventjes hoe leuk. Helemaal leuk. Dan, volgende. Ik heb heel veel accessoires over, dat vind ik heel erg leuk. Volgende item is een hele leuke riem. Is volgens mij ook een Chanel dupe. Dus als je denkt, hé, hey, ik wil wel die riemen, maar hè, geen geld voor. Kijk hoe leuk riem dit is. Gewoon twee van die gouden, moet ik er even afhalen. Dingetjes. Kijk. Superleuk. Dus... Dat, ja, dat is super leuk. Dan... Oh ja. Dit is een jurkje. Ik kan hem echt niet heel goed laten zien. Maar kijk, hij heeft zo en dan heeft hij hier van die fratjes. En dan heeft hij daar ook fratjes. En dan heeft hij hier een strakke band. En ik zou deze combineren met deze riem. Doe ze ook op de site. Dat is niet mijn eigen idee. Het is gewoon een beetje een flutter jurkje. En ik vind hem echt super leuk. Hij is echt voor de feestdagen. Dit is allemaal de party collectie ook. Dus ik vind het echt. Ik ben helemaal blij. Oh my god. Kijk dit. Dit is een body. En kijk, als ik mijn hand er even voor doe. Hier is die dan een soort van open. Oh my god, dit is zo mooi. Oh ja, dit wilde ik heel graag. Dit is... Oh, waarom zat ik ook in mijn hoofd of zo? Oké. Dit is zo'n meshy tab. Dus daar doe je dan zo'n mooie bralette overheen. Want hij, kijk, is best wel doorschijnend. Zoals je ziet. Dus daar doe je dan zo'n bralette overheen. En dit is dan met lange mouwtjes. En ik vind het echt heel erg leuk. Het is trouwens niet een hele lange shoplog, denk ik. Dus. Kijk dan. Hoe leuk deze schoenen zijn. Oh my god. Dit is toch echt super leuk. Ik weet ook echt nul dat mijn vriend het niet leuk vindt. Ken jullie die villa's die ik heb? Die schoenen? Hij is echt van die stijl. En ik vind dat ook leuk, maar dit ook. Het is echt cute. Ik vind deze schoenen echt heel tof. Ik vind deze echt super leuk. Ik ben echt blij. En volgens mij... What's that alles? Oh ja, wat ik altijd zo leuk vind. Als je dingen bij Lovies bestelt, krijg je altijd zo'n kaartje.
met een code erop voor 10% korting. Dus dat is echt super leuk. Oh, laat ik het even laten zien. Dit zijn de kortingscodes. Dus Veers10 en Babe-17. Dan krijg je 10% korting bij Lovies. Dus doe het. Koop het. En ik zit nu echt in een rotzooi in mijn kamer. Ik baal echt van die video. Ik was echt lekker bezig. Maar ja. Nu heb ik een shoplog in deze video gedaan. Is ook een wat langer video. De weekvlog. Ik baal echt van mijn weekvlog. Maar het zat gewoon niet helemaal lekker met vel of zo de laatste dagen. En volgende week ga ik lekker beginnen met sporten. Ja, ik heb best wel veel zin in eigenlijk. En ja, ik vind het wel gewoon leuk op zich. Want als ik dan ga sporten, dan word ik gewoon geholpen door Stefan. Dus dan zien we elkaar ook weer. En dat is toch best leuk. Dat is best prima, toch? Ik ga even alles opruimen hier. Kijk even in wat voor rotzooi ik nu leef. Het is niet eens mijn eigen kamer. Dit is de logeerkamer. En ik heb hier alles zitten uitpakken. Love it. Goedemorgen. Ik open mijn vlog best wel laat. Maar ik ga nu naar Avrotel Studio in Hilversum. En fuck je, dit zijn voor Junior Eurovision Festival. Yay. Jongens, even vloggie. Waarom wel? Oké, wat gaan we doen vandaag? We gaan punten geven namens Nederland voor het Junior Eurovisie Songfestival. Woehoe! Dus ja, is leuk. Nu moeten we wachten tot de show begint. Hey dan. Nee. Goedemorgen, het is nu maandag en ik ben gisteren vergeten te vloggen. Ik ben gisteren naar verjaardag van het zusje van Stefan gegaan en 's ochtends was ik even met Stefan. Dus dat wilde ik niet per se filmen. Volgens mij vinden jullie het wel leuk dat hij in de vlog zit. Maar we willen ook... Weet je, het is toch een gedeelte privacy. Het is toch je eigen relatie. En dat ga je niet helemaal online gooien. Tenminste, dat wil ik liever niet. Maar we hebben het nog steeds gezellig. En ik hoop dat jullie deze weekvlog nog heel erg leuk vonden. Ondanks dat hij best wel kort was. Korter dan de vorige. En niet alle dagen heb ik ingefilmd. Ik probeer deze week weer fanatieker te zijn met mijn weekvlog. En deze week ga ik ook heel veel leuke dingen doen. Ik ga vandaag beginnen met 3 keer in de week sporten. Dus ik weet niet of ik jullie daarbij meeneem. Maar in ieder geval kan ik wel heel eventjes vloggen in de health center. Want ik ga beginnen met sporten waar Stefan werkt. Dus dat is heel handig. En dan heb ik vanavond, ben ik volgens mij ook met hem, heb ik even een chill dagje. Morgen ga ik naar Sheebles. En woensdag ga ik Japas. In ieder geval allemaal hele leuke dingen. En ik hoop dat je het dus nog leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie bij de volgende weekvlog. Bedankt voor het kijken.